Hey mensen van GamerKingNL en welkom bij de volgende episode van de Command Block Tutorials. Vandaag gaan wij het hebben over het maken van een level-up systeem. Dat heb ik hier al eventjes gebouwd, dat doen we nu eventjes met stone hakken. Dit ga je ook gebruiken voor woodcutting level, dat kan je gebruiken voor my digging level, dat kan je gebruiken voor walking level, dat kan je gebruiken voor alles wat je wilt. Oké, hier zit het systeem. Op tab zie je mijn... ik leg het jullie nu eerst uit en daarna ga ik het maken. Want dit is het systeem wat we gaan maken dadelijk. Dus nu op tab druk en ik hak een stone, krijg ik plus 1. Nou, stone is niet veel waard, dus dat is mijn plus 1. Hak ik nu coal, dat is plus 2. Want het coal is er iets meer waard. Maar ga ik nu diamond hakken, is het meteen plus 10. Als ik bij de 100 ben, ga ik een level omhoog. Dus we gaan eventjes onszelf naar de 100 toe hakken. Zo. En dan zie je ook in de chat, je bent een mining level omhoog gaan. Aan de rechterkant zie je 3 en op de tab heb ik weer 0. Nu kan ik weer overnieuw gaan minen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. En dan ga ik bijvoorbeeld hier nog eventjes weer verder, vind ik weer wat diamonds. En nu ga ik zaak naar mining level 4 als die weer op 100 staat. Zo, mining level 4 en... At Whisper Steel, je bent een mining level omhoog gegaan. Oké, first of all gaan we beginnen met de game rule. Normaal staat deze zo. Game rule, de command block output staat op true. Nou, zoals je ziet, je wilt niet dat die message krijgen. Dus je zet deze gewoon op false. En dan hebben de admins geen last meer van. En als je dit in een multiplayer server maakt, hebben de admins hier geen last meer van. Oké, we zetten de game rule 1 en we gaan even beginnen. We moeten wel nu rekening houden dat wij een aantal scoreboards wel hebben gebruikt. Maar dat komt wel goed. Oké, we gaan eerst eens eventjes de time zetten. En nu beginnen we met een redstone blok. Zetten we aan dezelfde lijn. Comparator. Redstone. En hier een repeater op stand 3. En hier een repeater op stand 3. En hier gewoon redstone. Nu heb je een langzamere loop. En die daar omhoog zetten, anders krijg je geen loop. Dus je moet recht muisknop op de comparator doen. Nu krijg je zo'n loop. Nou, dan laag het weer even naar hier. En dan moeten we... 5 command blocks plaatsen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier tussenin zitten we alleen maar repeaters. Waarom dat alleen de repeaters en geen comparator? Dat leg ik jullie straks uit. Dit is voor de safety. We hadden eerst in ons server een comparator, maar dat gaat een burken. Dit is burkvrij. 100%. Het draait nu al een aantal weken lang op onze server zonder ook maar enige burk. Nu gaan we die maken. Dus we plaatsen hier nog een blok. Comparator. Zo, loopje. Die omhoog. En dan maken we zo, 2, 3, 4, zo dus. En dan maken we hier nog eentje. En hier nog één. Zo, mooi en aardig. En dan moeten we hier command block. En hier, 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 hier. Die achterste wordt extra safety. Wat wij in de server niet eens hebben. Maar dat ga ik wel toevoegen. Oké, hoe gaan we nou beginnen? Wij moeten natuurlijk laten weten aan Minecraft hoe het kan. Of we moeten laten weten aan Minecraft dat we een stone hakken. Dus wat we doen is slash scoreboard objectives add. We maken een nieuw objective aan met de naam stone. Nou, die heb ik al in gebruik van hiervoor, dus ik noem hem eventjes stone 2. De naam maakt niet uit zolang jij hem voor jezelf maar onthoudt. En typ hierachter stad.mineblock.1. 1 is het idee van stone, dus als de steen wordt gehakt, dan gaat stone 2 plus 1 als het ware. Stone 2 is nu toegevoegd. Nou, wat willen we nog meer? We willen coal. Dan moeten we even kijken wat de coal idee is. We moeten wel coal ore nemen, dat is 16. Dus we adden coal met stappen mineblock.16. Oké, scoreboard op deze add, coal 2 heb ik. Coal 2 mag je veranderen naar Piet-Jan Snot, voor mijn part. Zolang je de namen onthoudt, stappen mineblock.16 moet precies hetzelfde zijn als scoreboard op deze add ook. Dat is dat. En dan hebben we nog diamonds nodig, dat is idee nummer 56. Dus adden we even diamond 2. Oeps. En dan hebben we diamond 2. Met stappen mineblock.56. Oké, nu hebben we dus diamond, stone en coal ingeladen in eigenlijk Minecraft. Oké, nou moeten we laten checken als er 1 stone is gehakt. Dus test for at a score, dus ik krijg stone 2, dus ik krijg min, is 1. Als er iemand een stone heeft, dan geeft hij een signaal door aan de comparator. En... Nee, ik doe het al helemaal verkeerd eigenlijk. We hoeven hier geen test voor te doen. We kunnen hier scoreboard players add. En dan doen we
at a score unsquare stone 2 unsquare min is 1. En dat doen we stone totaal 2. 1. Die moeten zij nog aanmaken. Ik ga het zaak uitleggen wat stone totaal 2 wordt. En let er niet op de 2. Stone totaal is het officieel bij mij. Ik noem het stone totaal 2 voor deze tutorial. Omdat ik stone totaal al heb gebruikt hiervoor. Oké, okay, dus als er nou stone is gehakt, eentje, dan geeft hij CL en geeft hij stone totaal 2 plus 1. Dan kunnen we deze code copy-pasten. En dan zetten we hier col 2 neer. Maar dan doen we plus 2. Stone totaal 2 plus 2. En hier doen we diamond 2, diamond 2. En dan doen we hier stone totaal plus 10. Dus per diamond dat hij straks wordt gehakt, krijg je plus 10. Per col plus 2. Per stone plus 1. Je kan hier ook nog iron toevoegen, whatever you want. En dan plus 4 bijvoorbeeld. Het is gewoon dezelfde command, alleen het wordt wat meer command blocks. Oké, okay, nou stone totaal 2. Die gaan we even aanmaken met een dummy. Slash scoreboard, objectives, add, stone totaal 2, dummy. Zo makkelijk is het, want we gaan het alleen met de hand aanpassen, stone totaal 2. Stone totaal 2 wordt het verzamelobject voor alle dingen. Dus als er stone wordt gehaald, komt er bij stone totaal 2 wat op. Die ook. Want anders kunnen we niet laten zeggen van, oké, okay, je bent een mining level omhoog. Want het gaat om per, dus dan krijg je alleen mining level omhoog als je 100 stone hebt gehakt. Of bijvoorbeeld 50 coal, of 10 diamond. En dat willen we niet. Maar ja, voordat het doorgaat, zetten we hier eerst even wat neer. Want we kunnen deze code niet kopiëren, want we hebben nu nodig scoreboard, players, remove, at a, score, underscore stone 2, underscore min is 1, stone 2, 1. Oké, okay, wat hij nou doet is, als hij hier dus een score van stone 2, 1 heeft, dus als je stone hebt gehakt, dan geeft hij signaal en geeft hij stone 2, stone totaal 2, eentje erbij. Dan geeft hij de comparator signaal en dan gaat hij remove stone 2 met eentje. Waarom? Dan heb je geen stone meer gehakt. Anders blijf je een constante loop hier houden. Dus krijg je plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Wat we nou doen is eventjes voor de safety. We pakken de coördinaten hier. Min 24. 14. Min 1048. Dan doen we set blok. Oké, okay, dit is om een blok te zetten. Dat hebben jullie ook al gehad. Ctrl V. Minecraft. Dubbelpunt unpowered. Laatst heb je comparator. Nou wordt die comparator weer weggehaald, of eigenlijk als deze comparator aan is, wordt hij weer naar 0 toegezet. Waarom nou? Als een twee plays tegelijk, of eigenlijk als hier een player een stone heeft hakt, en hij is hier en hij nog een player hakt, dan blijft hij straks in een constante loop. Nou, als deze nou reset, dan weet hij zeker dat hij het nog doet, dus dat hij niet gaat burgen. Dit is eigenlijk een bug vrijmaken van deze commands. Nou, dat is dit. Deze command kunnen we wel kopiëren naar deze. Dan maken we hier alleen van col 2... Oh. En dan zetten we hier ook coal 2. En dan verwijdert hij ook maar 1. Want dit is het hakken van coal. Hier doe je plus 2. Maar hier haal je van de coal maar min 1 af. Waarom? Nou, als je 1 coal hakt, krijg je 2 punten. Maar je hebt alsnog maar 1 coal gehakt en niet 2. Dus daarom kunnen we ook maar 1 vanaf halen. Anders krijg je maar 2 punten voor 2 coal in verhouding tot. Dat is een beetje raar uitgelegd. Maar als jullie het aan het keer halen, dit zinnetje... Gaan jullie het snappen? Want, en als jullie iets verder in de command blocks komen, snappen jullie dat ook. Oké, okay, nou, nu hebben we die nog nodig en dan doen we die ook bij diamond. Dus diamond 2 en diamond 2. Nu moeten we natuurlijk de 17 nog even copy-pasten. Nou, hier hebben we dus min 224, hier moeten we min 226 doen. En daarnaast dus min 228, dat zijn gewoon de coördinaten. Die kan je via F3 mode zien en dan linksboven in je beeld x min 227 zaten. Maar je moet dus de coördinaten tussen de haakjes kijken, anders klopt het niet. En de i 14 en de z is min 1048. Het wordt een beetje afgerond met boven telkens, dus daar moeten we even rekening mee houden. Dit is nu klaar. Dus eigenlijk wordt er nu al gedetecteerd. Doe even de scoreboard. Objectives. Set display. Sidebar. Stone totaal 2. Oké, nu gaan we aan de rechterkant zien de stone totaal 2. We plaatsen hier eventjes een aantal stone. Dat zijn er 10. We doen even 6 game mode 0. 1. Nu zeg ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo, heel mooi dus, hè? Dat werkt. Nou, nu plaatsen we nog eventjes coal. Doe even 2 gewoon. En hier nog wat diamond. Zo. Game mode 0. Dus even kijken of die ook werkt. 12 en 14. 24. 34. Dat is fully working. Nou, nu
als je 100 score hebt, wat moet je doen? Oké, ten eerste. Ik heb hem heel hard gedebugd dit. In onze server was het gebeurd, heb ik al verteld. Dat kon hij af en toe buggen. Maar ik heb hem nu een aantal weken aan het draaien met dit systeem. Genoeg keer gebeurd. Oké, we doen. We moeten eerst even een nieuw objective van maken. / scoreboard, objectives, add. En dat doen we... stone level up 2. En dan doen we een dummy. Nou, de naam mag je zelf bedenken. Maar dit gebeurt er als jij een level up gaat. Dus stone level up 2 doe ik hem. Want ik heb stone level up al gebruikt. Maak er een dummy van. Dan doen we hier scoreboard players set at a score underscore stone totaal 2 underscore min is 100. Oké. Stone totaal 2 was mijn totaalpakket voor alles wat ik heb gemined. Mijn stone, coal en diamond. Als dus minimaal die score 100 is, dan word jij naar een rank gezet van stone level up 2 van 1. Oftewel, jij bent nu in een level up fase. En dat gaan we gebruiken in dit gedeelte. Zodat er niemand anders level up gaat. Ook al krijg je ondertussen, want hier zit een delay in, als je hier bijvoorbeeld 100 stone hebt gehakt, dan krijg je niet alleen de message. Je bent een mining level omhoog gegaan. En dat was dus wel een aantal keer. Dat krijg je nu niet. Je krijgt alleen als je hier ook bent geweest. Dus jij hebt niks te maken met de delay. Oké, dat is goed uitgelegd denk ik. Als jullie het niet snappen, ja, luister dan nog een keer. Of kijk nog eventjes andere tutorials. Het is een beetje een geavanceerde tutorial dit. Maar ja, nou en. Nu moeten we natuurlijk een mining level aanmaken. / scoreboard objectives add mining level 2. Oh. Mining level heb ik al geen gebruik. En dit is gewoon een dummy. Maak je geen zorgen. Het is geen stappen mineblok. Nog wat. Het is gewoon een dummy. Dit zijn allemaal dummies. Dus mining level 2 is aangemaakt. Nu doen we scoreboard players add add a score underscore. En dan was het mine. Even kijken, wat was het ook alweer? Stone level? Ja, stone level up 2. Score underscore stone level up 2. Underscore min is 1, score underscore stone level up 2 is 1. Oké, wat er dan wordt gekeken is, als jij stone level up 2 van de score van 1 hebt, minimaal en maximaal van 1. Oftewel, als jij hier langs bent geweest, dan doe dit. Hij add wat. Nou, je moet even een spaartje tussen. Add, add a. En nou moet het doen, wat moet hij adden? Nou, mining level 2, add hij met 1. Je gaat plus 1 mining level. Dat is wat we willen toch? Maar, nu krijg je dus plus 1 mining level, maar er wordt nog niks afgehaald. Dus moet scoreboard, players, remove, add a, score, en de square stone, level up 2, en de square min is 1, score, underscore stone level up 2 is 2. Oké, dus weer hetzelfde als stone level up 2 minimaal 1 is en maximaal 2 is. Dan remove je stone totaal 2 bij 100. Want nu bij 100 levels ging je bij 100 punten ging je een level omhoog volgens hier. Nou, nu moet dat natuurlijk wel die 100 punten worden gereset. Anders krijg je plus level, plus level, plus level, plus level. En hier doen we gewoon tel het aan. Score, dus ik krijg stone level up 2, dus ik krijg min is 1, score, dus stone level up 2 is 1. Maar we geven toch een message met als je stone level up 2, dus als je vooraan bent geweest, schrijft hij, je bent een mining level omhoog gegaan. Je kan het ook via JSON komen, JSON komt later, dat is de tell raw / tell raw command. Dat is heel geavanceerd. Daar moet ik eerst maar even iets beter in verdiepen, dat ik het echt met mijn eigen woorden kan zeggen en zo. Want dat is echt moeilijk. Echt moeilijk. Nou, nu moeten we hier, want hier wordt het naar 1 toegezet. Dan moeten we hier stone level up 2, iedereen naar 0 zetten. Dus gewoon scoreboard, players, set, et a. En dan doen we gewoon stone level, level up 2, 0. Waarom niet die test voor van als jij level 1 bent? Dat is helemaal niet nodig. Nu... als je dat wel doet, je kan hier gewoon score een square stone level up. Oh, stone level up 2 min is 1. Score level score een square stone level up 2 is 1. Dit kan wel. Nu heb jij eigenlijk niet nodig dat je de game rule moet changen. Game rule
Command block output. True. Kijk, als ik nou deze even afsluit. Dat moet sowieso eventjes. Nu krijg je niet meer die spam. Terwijl het toch doorheen gaat. En eigenlijk werkt het nog steeds. Dus dit kan je doen. Maar in onze server heb ik het gewoon een add aangedaan. Want dat is toch iets safer eigenlijk. Want eigenlijk maakt het helemaal niks uit nu ik het bedenk. Maar je moet ook rekening houden met wat nou als je level up gaat. En precies als hier de delay zit, gaat die speler disconnecten. Nou, met dit systeem, no problemo at all. Het gaat gewoon prip, door. Je gaat nog steeds gewoon, je level is erbij. Hij haalt nog steeds gewoon je totaal eraf. En hij haalt nog steeds gewoon je stone level up 2 erbij. Dus no problemo at all. Oké, wat we nou gaan doen is we plaatsen eventjes wat blokken. 10 van deze. 10 van deze. 10 van deze. Doe even slash game. Dan moeten we even slash core word. Objectives. Set display. List. En dan doen we stone totaal 2. En dan doen we slash core. Even kijken. Dan doen we sidebar. Zetten we mining level 2. Oké, okay, mining level 2 is nou nog niemand heeft wat gehaald. Dus game mode 0. Dan gaan we eens even 10 diamond hakken. 1. 2. Oh, ik zit al op 54. Dus ik heb dat geen 10 nodig. 3. 4, 5, 6. Oké, nou ga ik zeker level up. Let op. Let op aan de rechterkant. Zie je zeker wat verschijnen. Mining level 2 is nu gezet naar 1. Dus ik ben nu mining level 1 eigenlijk. Als ik doorga, ik heb nu 24 punten, 34 punten, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ik moet even game mode 1 doen. Diamonds. Game mode 0. 470, 480, 490, 100. Je bent de mining level omhoog gaan. Nou, ik zei dus dat je met deze mogelijkheid deze gewoon op true kon zetten. Maar ik zal hem alsnog op vals zetten. Want je ziet alsnog, als iemand een blok hakt, dat er een dikke chat komt. En dat wil je eigenlijk niet zien voor je admins. Want dan kunnen ze straks de chat van de players niet eens lezen. Kijk, als ze nou dit doen, dan zie je beter ook de message. Nou, normale spelers zullen nooit die hele spam zien. Maar admins is wel, dat is best heel vervelend. Dus dat kan je gewoon uitzetten. 64, 74, 84, 94, 104. Je bent in mining level omhoog gaan. Ik ben in mining level 3. Jongens, ik zeg bedankt voor het kijken naar deze episode. Jullie hebben nu geleerd hoe jullie een level systeem kunnen maken. Ik denk dat deze tutorial een hele duidelijke en volledige tutorial was. Dit systeem maken wij ook gebruik van in onze server. Daar hebben we ook nog rewards voor levels. Dat gaan we hierna maken. Hierna komt het tutorial voor de rewards. Want je bent bijvoorbeeld mining level 10 geworden. Nou, dan wil je een eenmalige reward krijgen van bijvoorbeeld een iron pickaxe. Nou, leuk toch? Dan heb je een heel level systeem. Je kan nog items krijgen ook. Eigenlijk gewoon interessant voor de mensen op de server. Mensen willen een hoger level worden. Mensen willen natuurlijk de spullen krijgen. Gratis. Je kan ook doen dat je diamond krijgt. Of noem het maar op. Alles wat je wil. Bijvoorbeeld bij level 500 hebben wij in ons server dat jij een Ender Dragon Eye krijgt. Of Ender Dragon Eye? Ja, dat klopt wel. Maar voor nu zeg ik bedankt voor kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie hier heel veel van hebben geleerd. Ik heb hier echt mijn moeite voor gedaan om deze tutorial te maken. Vertel tegen je vriend dat we nou natuurlijk allemaal weer bezig zijn met de command block tutorials. En als ik deze afsluit, gaan we weer levels omhoog. Of niet? Oh nee, toen heb ik niet gecheckt. Jawel, als we nu dit door laten gaan wel. Want wij hebben natuurlijk daar zitten hakken en deze detecteert hetzelfde als die. Maar dat is op mining level, dus dat telt niet mee. Dan haal ik jullie een beetje in de war. Jongens, dus bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik zie jullie de volgende keer. Dan krijgen jullie met de rewards erbij. Zo weten jullie dit systeem kunnen maken, een level up systeem. Dit kan gewoon precies hetzelfde trouwens met andere dingen. Hè? Kijk, ik heb hier nou bijvoorbeeld natuurlijk wel stone 2 gemaakt. Maar ik kan natuurlijk ook wood 2 met het idee maken van bijvoorbeeld 17. En 17.1 en 17.2. Zo kan je ook van hout alles maken. En dan maak je gewoon een boom totaal. Laat je daar alles heen schrijven. Ik wens jullie heel veel plezier daarmee. Het is echt leuk om te doen. Voor de mensen die echt leuk vinden om met command blocks te werken. Als ik jullie heel veel heb geleerd, gaan we ook beginnen met het maken van minigames. Zoals, ik ben nou bezig met Call of Duty zombies een beetje in Minecraft na te maken. Nou, niet dat je echt zelf met wapens en zo hebt, want dat is modding. Maar wel dat ze in waves komen, via moddy werkt, via eigenlijk alles werkt. Via shops, dat jij gewoon aan de muur dingen kan kopen via moddy. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik zie jullie de volgende keer. En vergeet de groene duimpje niet. Doei doei!